Assalamu alaikum allemaal. Kijkers, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering. We gaan afsluiten vandaag met de herkansingen. En daar staat me toch eens een potje te wachten. Ja jongens, Nori Moukari, Fouaz, Rashid en Youssef. Die zitten al met smart te wachten. Ja, en dit is voor mij meteen een kraker. En bewijst ook waarom loten zo leuk kan zijn. Je kan je namelijk niet verstoppen tijdens een loting. Behalve als Blatter aanwezig is, maar die is er niet. Dus dat scheelt. Ik schrijf even de namen op. Ja, Nori Moukari kent natuurlijk allemaal. Iets meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor Ajax. Op Ziyech na de meeste wedstrijden voor Ajax. Ja, mooie carrière gehad. Onder andere bij NAC heeft u mooie jaren meegemaakt. Tripjes nog in Frankrijk, Turkije, Midden-Oosten. En nu bezig met een trainingscarrière. Trainer van Jong Sparta. Dus Moukari zien we denk ik wel binnen nu een aantal jaren ergens als hoofdtrainer opstaan. Even kijken, wie vergeten we nog? Oh ja. En de anderen, Youssef, Fouaz, Rashid, zijn allemaal jongens die op een of andere manier echt met voetbal te maken hebben. Of nou Elf Lions is, Atlas Lions, Rashid nog verder in het verleden. Altijd wel bezig geweest met voetbal, Marokkaans voetbal, nieuws. Dus zijn jongens die gewoon echt op de hoogte zijn. Ik krijg nu allemaal appjes door, ik wacht. Iedereen is ook echt aan het stressen, lijkt het wel. Maar dat is een goed teken, want ik hoor ook van jongens van ja, we hebben vrijdag niet gewist, we hebben zaterdag niet gewist. 2 dagen, ja, dan ga je bijna afkicken. En dat snap ik. Ik heb het ook even gemist. We zijn weer topfit, helemaal in orde. Dus we gaan zo de jongens binnenhalen. Maar voordat we dat doen, moet ik nog een paar nieuwselementjes, boodschapjes doorgeven. Abonneren blijft heel belangrijk. Want zonder abonnees kan dit kanaal niet doorgroeien. Ik haat het om te zeggen, daar hou ik helemaal niet van, maar het moet. Abonneer jongens. En dan ben je al geabonneerd. Zorg dat andere mensen in je omgeving abonneren. Het is nog steeds gratis. Heel de maand juni. Dus dat scheelt. Blijf duimpjes omhoog. Dat gaat goed moet ik zeggen. Daar ben ik heel blij mee. Mag nog meer. Maar daar ben ik echt heel blij mee. En af en toe ook reageren. Ik bedoel als je de quiz hebt gezien. En ja, ik bedoel, laat gewoon een reactie achter. Dat is ook leuk. Ik heb natuurlijk donderdag gezien hoe Karim echt. Nou, de laatste 100ste. Zijn laatste antwoord doorgaf. Waardoor hij doorging naar de tweede ronde. Ja, dat zijn de wedstrijdjes waar het om gaat. Ik bedoel, daar hou je van. Het is alsof je Champions League finale in stadion. Het staat 1-1. En net in blessuretijd maakt jouw club hier de 2-1. Dus ja, wie weet straks zo weer. Het is tijd denk ik jongens. Het is tijd om te beginnen. Even kijken. Kijken of we al live zijn. Want dat moet ik even nachecken. Want ik zie namelijk nog niks op mijn site. En ik ga die jongens pas toevoegen. Ja, ik ben live. Ja, ik zie dat ik live ben. Oké. Jongens, ready to go. Ik zet even een slokje water. See waiting room. Oké. Hoe ga ik die toevoegen allemaal? Admin all. Doen we. Salam Norden. Waalaikum salam jongens. Salam. Hoe is het? Nou, welkom. Waalaikum salam. Ik zie Norden nog rijden. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ga jij stilzitten, Noordin? Hoor je me? Twee jongens in de auto, twee jongens thuis. Hoort iedereen mij? Ja, ik hoor hem. Ja. Hey, fellas. Yo, Youssef, kijk daar. De best. Alhamdulillah, is Michal? Alhamdulillah. Lekker, man. Hoor je mij, Noordin?
Denk het niet. Ik ga hem even een appje sturen dat hij de audio. Ah, we zien hem wel. Kijk, ik heb hem even. Want link, als je telefoon hebt, is het linksonder toch, het audio? Foes, kijk even naar jou. Klopt. Linksonder, ja. Device audio of zoiets. Je ziet zo'n microfoontje. Ja. Yes, sorry mate. Ja, top, welkom. Ja, en welkom. Was goed? Ja. Ja, alhamdulillah. Is met jullie? Alhamdulillah, goed. Alhamdulillah, mooi zo. Noordin, kun jij je telefoon zo draaien? Horizontaal? Ja, de telefoon is om te kijken. Even de lok eraf, jij eerst. Ja. Ja, ja. Top. Ja, zo? Ja, top. Ik had jullie de regels al gestuurd. Zijn er nog vragen? Nee, duidelijk. Toch net vorige keer, toch? Ja, in principe. Oh, de nummer 3 gaat niet naar de shootout, Noordin. Jawel, jawel, nummer 3 ook. Stond, want dit oh, nummer 3 ook. Dit fragmentje had ik naar iedereen al eerder gestuurd. Oh, op die fiets. Dus stop. Nummer 2 en 3 spelen. Ik ben hier. Nou, dan gaan we meteen beginnen, jongens. Ja. Yes. Nee. Ja. Succes allemaal. Succes. Van welke speler is het paspoort voor 5 punten? Lier CSK. Voor 4 punten, Standaard Luik. Noordin. Noordin. Carcella. Dat is fout. Ik ga nog even door. Voor 3 punten, KV Mechelen. Voor 2 punten, Fortuna Sittard. Youssef. Youssef. Ahmed Al Messaoudi. Is goed. En dan doen we even de punten nog verdelen. Nog 1 punt erbij. Boos, 1 punt erbij. Youssef, 1 punt erbij. Oké, de volgende. Voor 5 punten, Frederikstad. Voor 5 punten, Heerenveen. Youssef. Youssef. Tarek El Yanoussi. Is goed. De volgende. Voor 5 punten, Telstar. Voor 5 punten, AZ. Rashid. Rashid. Jemet Dibi. Is goed. Voor 2 punten. Bij welke club speelt Younes Namli? Youssef. Youssef. Colorado Rapids. Is goed. Voor 2 punten. Bij welke club heeft Youssef Chippo zijn carrière beëindigd? Fawaz. Fawaz. Al-Wakra. Is goed. Voor 2 punten. Bij welke Franse club heeft Youssef Mokhtari gespeeld? Rashid Ozerer. Metz is goed. Oké, jongens, de eerste ronde zit erop. Even een tussenstandje. Mori nog met 0 punten. Yes. Foes 3. Rashid 7. Youssef 11. Kan nog alle kanten op. Noem de clubs om en om. Ik begin bij Noordin. Ik ga met de klok mee voor mijn beeld. Dus na Noordin is Foes, dan Youssef en dan Rashid. Noordin. Noem de clubs waar Abdelaziz Barada heeft gespeeld. 1 club. Hoe heet die, Aziz? Abdelaziz Barada. Raja, Casablanca. Is fout.
Krijgt iedereen een punt. Je zou dat toch niet doen? Dat punt geven aan anderen? Nee, één punt wordt verdeeld. Dat ga ik zeker doen. Heb je daar iets op tegen, Rashid? Nee. Dat kan ik toch gewoon worden. Nee, die punt wordt zeg maar verrekend. Min 1. Je krijgt wel een minpunt. Dus elk fout antwoord gaat de punt naar het tegenstander. Okay. Ja, ja. Fouwer, jij bent? Getafe. Getafe is goed. Youssef? Antalyaspor. Antalyaspor is goed. Rashid? Getafe is al gezegd, toch? Ja. Olympique Marseille. Is goed. Even wachten, Antalya. Norin meer? Mag je ook passen of moet je nee, dat... Nee, je mag passen. Ja, ik pas. Ik ken al die spullen niet, dus nee. Ik pas. Fawaz? Al Jazeera. Al Jazeera is goed. Youssef? Ik pas. Past. Rashid? Nog in Spanje, nog een moment. Gymnastiek is goed. Ik pas. Voorwaarts past. Rashid? Ook alleen maar waar hij heeft gespeeld in de selectie of juist ook? Ja, gewoon ook in de selectie, maar wel in de A-selectie. Oké. Nee, dat past. Okay. Andere clubs die je nog had kunnen noemen, Al-Nassr en Shahania. Oké, okay, yes. De volgende. We zijn gebleven bij Noordin. Noem de clubs van Nabil Beha. Heeft toch een zootje clubs gehad? Ja, maar... Ik heb 3. Heb je nog met hem gespeeld, Noordin? Wat zeg je? Heb je nog met hem samen gespeeld in het Marca zelf dan? Ja, volgens mij wel in het begin. Maar, moet ik even terug in de tijd komen. Ik pas even, ik ga even doordenken. Pas even. Nou, als je past, ben je klaar voor deze ronde, hè? Oh, ben je klaar voor deze ronde? Ja. Zo, Nabil, even kijken. 5. Grimka, begin maar met Marokko. Grimka? Kan dat? Nee? Oké. Okay. Dan ga ik even verder nadenken. Ja. Fouad. Malaga. Even wachten, hoor. Malaga is goed. Rashid. Sorry, Youssef. Youssef. Nee, ik pas. Past. Rashid. Heeft hij niet bij Fus Rabat gespeeld ook? Weet ik niet. Ja. Is dat het antwoord? Dus je stelt de vraag. Fus. Wacht, nee. Doe maar... Je moet wel streng zijn. Hij is de questmaster nu. Hè? Ja. Ik weet sowieso Braga. Portugal. Braga is... Braga. Volgens mij was Braga... Een lange lijst, maar die staat er niet op volgens mij. Jawel, staat erop. Noor, jij bent weer. Ik pas. Ik kom er niet op, ik pas. Fouwes? Hij heeft 100% bij Fus Rabat gespeeld. Fus Rabat. Is geen vraag, hè? Dat is goed. Nee. Hij heeft een cadeautje, hè? Dat is goed. Hij is daar maar assistent. Hij is daar assistent nu. Oké, goeie. Rashid, jij hebt het weer? Heeft hij niet bij... Op een blauwe maandag dacht ik ook in Griekenland. Dat is weer een vraag. Hey, je blijft maar vragen stellen. Gewoon wat roepen, man. Weet je wat erop gaat, hè? Dit is echt een gok. Echt een gok. Athene. Hè? Athene? Dat is een gok, man. Maar welke Athene? Ajax? Ja, Den op zijn huis. Gele schutjes. Ajax, Athene. Ajax, Athene is goed. Fouad. Dat heb ik, pas. Past. Rashid. Ik
Dat is weer een leuke vraag. Waar van die B-clubs ook in Spanje en Portugal gaat. Vijf? Nee, ik pas. Pas, dat is okay. Hij heeft nog gespeeld bij Montpellier, Naval de Mayo, Racing Ferrol, ja. Créteil, SV Ponferradina, Sabadell. Wat voor speler pik je eruit, man? Hij heeft een hele lijst van allemaal onbekende... Oké, jongens. Dan de laatste. We zijn weer bij Noord ingebleven. Noem de clubs van Dries Boussata. Nou, AZ. AZ is goed. Fouas. Willem 2. Willem 2 is fout. Oh... Even wachten. Fouas. Dat kun je niet vragen aan Nordin, hè? Dat weet hij gewoon uit zijn hoofd. Hoe kom je bij Willem 2, Fouas? Allah, ik wist het niet, joh. Eredivisie, ik weet niet, dat dacht ik. Vraag mij over internet. Fouas heeft geen Fox Sport abonnement thuis, joh. Nee, dat is bij mij andersom. Ik heb het alleen via Sport. Ik ben buitenlanders. Oké, jongens. Youssef. FC Utrecht. Utrecht is goed. Rashid. Telstar. Telstar is goed. Niet weer op de tafel slaan, hè, Rashid. Ik begon langzaam al, hè. Ja. Noordin. Iets zeg maar RBC, kan dat? Roosendaal? Dat was je maatje uit Rotterdam, man. Dat was Ali Akhtabi. Je maatje. Oh, okay. Ja, ja, dat zie je wel. Oh, dan is het fout. Even kijken. Ja, maar Madrid is ook 10 jaar ouder, hè, dus dan moeten we even teruggaan. Ja, dat is goed. Youssef. Is fout is niet? Nee, die is al... Hij heeft gepast. Die is fout. Oh, Excelsior. Excelsior, echt super streng. Trouwens, Fouas. Ja, nee, klopt. Ja. Nee, ik zat even te kijken, maar je klopt, ja. Ja, even kijken, Rashid. Haarlem. Haarlem is goed. Noordin. Mag het ook amateurclub zijn, of... Nee. Het gewoon... want daar heeft hij wel vaak gespeeld. Dan kunnen we heel het rijtje Amsterdam langs. Blauw-wit. Nee, laatst alleen betaald voetbal, jongens. Even kijken, ja. Nee, dan pas ik, want dan kom ik er niet meer verder. Ja, pas. Dan gaan we naar Youssef. Ik weet hem wel, maar ik pas. Past. Rashid? AZ natuurlijk. Ja, tuurlijk. Is dat niet gezegd? Nee. Dat heb ik toch al gezegd? Is al gezegd door Noordin. Oh, ja, als eerste. Noordin begon ermee, klopt. Toch? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, klopt. Dan, maar je mag hem wel die punten geven, Rashid, hoor. Nee. Die ben je. Nee. Ik wil ze wel ver in streep. AZ staat ook, ja. Maar hij heeft ook gespeeld bij... Hij heeft natuurlijk ook gespeeld bij Ajax. Hij zat wel in de selectie. Maar hij had 0 wedstrijden. Ja, maar hij zat wel bij de selectie. Ik wil een antwoord. Ja. Geen... Ja, maar mag je ook in de selectie zitten of niet, Noordin? Ja, dat heb ik van tevoren. Je vraagt te veel, Rashid. Kom op, man. Antwoord. Zeg gewoon Ajax. Ajax is goed. Seizoen 92 zat in de selectie. Goed zo, Rashid. Niet twijfelen. Ga door, Rashid. Je mag nog doorgaan, Rashid. Je bent de enige in het spel. Ik weet er nog eentje. Sheffield United. Ja, naar Excelsior. En hij heeft nog ergens in Qatar gespeeld, maar ik weet niet meer welke club. Dus je past? Ja. Ja, die laatste club was El Shab Club. El Shab Club. Ja, El Shab in de Emiraten. Ja, Emiraten. Ik twijfelde over die. Tering, jullie weten wel veel, zeg. God, verkleren. Ja, ik heb niet voor niks flyer gemaakt, Noorden. Dit is wel... Ja, dit is de pool des doods. Dit is Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Liverpool. Oh, hak je kop eraf, Messi. Geen genade.
Ik hoor alleen maar clubs en hele levensverhalen van die gasten, joh. Die weten echt veel. Goed bezig, boys. Ja, heel goed. Oké, okay, jongens. We zijn bij het einde gekomen. Als jullie donderdag hebben gezien, dit zegt nog niks. Want je kan op het einde zomaar toeslaan. Even tussenstandje. Rashid, 18 punten. Noordin, 1,5. Lekker. Foas. Goeie corona, Noordin. Foas, ah ja, te veel. Foas, 8. En Youssef, 16. Dus 16? 16? Yusuf, 8, ja, 16. Klopt dat niet volgens jou, Youssef? Hoeveel heeft Rashid? Dat is het belangrijkste. Hoeveel heeft Rashid? Rashid heeft er 18. Ik had net meer dan Rashid. Ja, klopt. Maar Rashid heeft op het laatst veel punten gepakt. Oké, okay, dat is goed. We hebben een VAR, dat weten we. Ja, maar dan weet ik wie ik moet helpen, snap je? We gaan straks alles met de VAR nakontroleren als het niet klopt. Dat is wel nasty hoor, de Noordin. Die VAR? Tactisch, hè, als je tactisch. Ja. Oké, okay, jongens. Ik wil uit seizoen 2010-2011... Er zijn in totaal 16, heb ik er geselecteerd. De 16 MVP's. MVP's wil zeggen het meeste aantal doelpunten en assists samen opgeteld. Dat is een top 16 heb ik gemaakt uit seizoen 2010-2011. Ja. We gaan opbieden. 3 fouten is een minpunt. Ik begin bij Noordin. Hoeveel zou je er kunnen opnoemen in 1,5 minuut de tijd? Eén. Dan gaan we naar Foas. 2. Youssef. 3. Rashid. Marokkanen die in de topscorerlijst hebben gestaan of assist? Allebei. Dus topscorers plus assist. Bij elkaar. Staan bij elkaar opgeteld. Dat Eredivisie toch? MVP-lijst. En ik heb de top 16 Marokkanen geselecteerd. Hoeveel kun jij opnoemen? Hoeveel van die top 16? Hoeveel spelers? Gewoon hoeveel spelers, ja. Hoeveel, wat, Youssef? 3. Hij is tactisch bezig, jongen, die Rashid. Dan zeg ik het 4. Dan zeg ik het 4. 4, Noordin. Ik pas. Past, maar dit is wel waar je echt punten kan pakken, hè? Nee, maar laat, ik kom er niet te verder dan 1-2. Okay. Ik dacht, we gaan niks zeggen, maar ja. Het zijn gewoon toppers, deze gasten, het zijn toppers. Je hebt minimaal 8 punten nodig om derde te worden, dus je staat nog 6,5 punten achter op Foas. Derde kun je nog meegaan met shootouts. Gewoon doorgaan, Noordin. Nee, dan gaan we door naar Foas. Nou, ik ga die derde plaats dan veiligstellen, dat pas ik ook. Waarom zacht ik ervoor? Nee, de tactiek is begonnen. Ja, ik kom er niet uit, dus dan houd op. Voor Youssef. Ja. Nou gaan we voor de nummer 1 positie. Yes, is goed. Wat zei Rashid als laatst? 4. Ik zeg 5. 5. Rashid. Ik wil nu een antwoord. Huh? Ik wil nu een antwoord. Nee, dan... Hij zegt 5 spelers? Ja. Zeg ik 6. 6. Youssef. Ja, take it away. Veel succes. Oké. 3, 2, 1, go. Hamdawi? Hamdawi is fout. Is dat goed? Nee, sorry, is goed. Uiteraard. Asseidi? Asseidi is goed. Amrabat? Amrabat is goed. Aissati? Aissati, zeg je? Is goed. Nog 40 seconden. Wat hebben we afgesproken, Youssef? Hoeveel antwoorden? 6. Ja. Hoeveel heb ik er nu? Hoeveel heb ik er nu? Je hebt er 4. Je moet er nog 2. Nog 2 voor een half tijd minuut. Tijd loopt, hè? Tighedouin? Hè? Tighedouin. Tighedouin. Is goed. Nog eentje. Mag ik hem helpen? Nee, dat mag niet. Nee, joh.
Hij is wel streng. Denk je, Lotto Weekend Millionaire's hulplijn. Nog 10 seconden. Ja. 8. Jalla, 10 seconden. 5. Het smaakt naar appelvlei. 3. Appelvlei. 2. Appelvlei? Ja, appelvlei is al gezegd. Hallo, hallo. Rassi, een orde in. Oké, okay, nee. Bakal? Bakal? De tijd is om, jongens. Maar... Ai, 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 ai. Dus even concentratie. Aflei is namelijk niet... Nee. Was het wel bakal? Jongens, iedereen praat door elkaar. Wat was er, Jozef? Nee, Noordin gaf die assist van appelvlei. Oh, en toen zei Rashid... Nee, ik zei het smaakt naar appelvlei. Dat kan ook bakal zijn. Nou, dan kan het ook aan mijn boord zijn. Dit zijn onruststokers. Ken je die wedstrijden waarin Marokkaan het veld opgestolen? Nee, maar Rashid was sowieso buiten de tijd. Die bakal was al buiten de tijd. Ja, was buiten de tijd. Hey, joh, was binnen tijd, man. Lauw. Ik vind het prima, jongens. Ik vind het prima. Even voor terugkijken, hè. Jongens, terugkijken. Ik ga dit even oplossen op mijn manier. Zoals we dat vaker doen. Want hij was in principe binnen tijd, maar hij werd wel geholpen. Daar kan in principe Rashid niks aan doen. Maar hij werd wel geholpen. Noordin, jij krijgt een boete van 1000 euro. Ja. Noordin, hij van Steen betaalt hier wel, geen stress. Ah, standaard, altijd. Ik stuur alles door, dat weet je. Nee, jongens, ik ga zo meteen met Rashid en Jozef nog één vraag spelen. Zonder Fawaz en Noordin. Noordin. Ja, is goed. Chokran, we zien jullie de volgende keer weer. Dank jullie wel. Leuk. Succes aan Noordin. Ah, sorry, ja, boys. Hele succes. Je had een beetje was gezellig. Slemmen. Hele, ciao. Slemmen. Slemmen. Ciao, slemmen. Hebben we zelf de hoeveelheid punten dan of zo? Nee, maar ik moet even dit even goed oplossen. En Fawaz, ik kan eruit, hè? Jij kan er ook uit, jij bent derde. Vanavond om 8 uur shootouts. Safit, hallo. Ben scherp? Ja. Top. Kom maar weer met de Jupiler League vraag. Ik heb de vraag al bedacht, van tevoren al. FC Kariat, ik ken al die spelers niet, ik was niet eens geboren. Kom met Chipo en zo, misschien bakker we, komt er wel goed van. Jalla, tanda. Slam. Oké, jongens. Ja, ik moet het even anders op gaan lossen. Zouden we gelijke stand hebben? Nee, dat niet. Nee, dat sowieso niet. Want als Afflei had hij goed in principe binnen tijd, dan zou hij 6 punten erbij krijgen. Dus had hij al gewonnen. En als ik hem fout had? En als ik hem wel gewoon pirat? Als je hem fout had gehad... Dan zou hij die 6 gedeeld door 3, dan zou het gelijk zijn. Dan zou het gelijk zijn. Dan zou Jozef 2 punten krijgen, zou het 18 zijn. Dus dat vind ik. Dus het is in principe voor mij gewoon gelijk. Dus ik ga even één vraag voor jullie bedenken. De winnaar, of degene die het goed heeft, die gaat wordt eerste, de ander wordt tweede. Zijn jullie daarmee eens met deze oplossing? Ja. Dat is prima, jongen. Oké, dus prima. Achteraf ging je klaar. Dan komt het goed. Yes. Oké, jongens, uit datzelfde seizoen. We hebben het over seizoen 2000. Ja, ik ga het over. Seizoen 2008-2009. Hebben jullie een telefoon bij de hand toevallig? Ik heb hem nu in mijn hand, ja. Oh, je hebt hem in je hand, nee, dat kan dus niet. Oké. Nee, heb jij een telefoon bij de hand, Rashid? Ik heb een tablet. Geen telefoon bij de hand ook? Of iets? Nee. Nou. Dan wil ik het gewoon horen. Ik stel de vraag. Ik tel af. En binnen 3 seconden wil ik een antwoord hebben. Allebei tegelijk. Ja. Oké, jongens. Seizoen 2008-2009. Hoeveelste is Willem 2 geëindigd? 3, 2, 1, antwoord. 7e. Rashid? Ja, antwoord, hallo. Ja, dat duurt te lang, Rashid. Ja. 10e. Ja, sorry, dat duurt echt... ik tel, jongens, ik tel af 3, 2, 1 en dan moet ik een antwoord hebben.
Ik zei al 7. Ja. Rashid, jou zien we straks in shootout. Youssef, jij gaat door. Wat was het antwoord? Antwoord was 12. Dus ik ben door. Youssef is door. Ja, wat dacht ik? Laat ik Sahara zitten. Yes. Sorry, jongens, ik moet streng zijn, want anders duurt het te lang. Ik heb ook duidelijk gezegd, ik tel af tot 3, dan wil ik meteen een antwoord hebben. Dan kun je niet nog eens 3 seconden nadenken. Ja. Rashid, wij zien jou om 8 uur bij de shootouts. De beste 2 gaan door. Youssef, jou zien we terug in de tweede ronde. Ja, yes, zoek aan het allebei goed gespeeld, jongens. Laat maar, Rashid. Zoek aan het doen. Laat maar. Nou, jongens. Consternatie. Het is echt... maar dat had ik ook wel verwacht. Ik had dat ook wel ingecalculeerd. Dit zijn allemaal jongens die gretig zijn. Die willen. En dan moet je soms ook wel een beetje als scheidsrechter optreden. Een beetje zo'n irritante, zuigende scheidsrechter. Streng, toch rechtvaardig. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. Zometeen dus om... Even kijken, om 8 uur zien we de shootouts. Met daarin... Even de namen langs. Even kijken hoor. Met daarin Mohammed. Nee, deze klopt niet. 2 keer Youssef. Ilias. Fawaz. Even kijken, Rashid. En als laatste, ik mis nog 1 iemand. Even kijken wie dat is. Ik mis nog 1 iemand. Ik weet even niet wie. Mohammed, Youssef, Ilias, Fawaz, Rashid. Even kijken wie mis zo. Ja, dan ga ik zo even voor je uitzoeken. In ieder geval, we gaan met 7 man gaan we die shootout spelen. Echt 2 keer een minuutje. En de beste 2 die gaan door naar de tweede ronde.